toch? Wat gaan we vandaag doen? Had je al een idee? Nee? Nee. Waarom niet? Hoe komt dat? Ik denk, jij hebt al heel veel plannetjes voor vandaag. We hadden in ieder geval het huisje mooi uitgebouwd. En dit was een tijdelijk huisje. Hé, hey, daar is die. Ja, misschien. Ik heb een idee. Heel veel chitten en keratinen verzamelen voor 2 betonaren, dan zouden ze dat kunnen vliegen. Ja, is goed. En dan gaan en we... heel veel metal. En heel veel metal. Oké. Okay. Zal ik de metal gaan zoeken? Ja. Oké, okay, ik vind het een goed idee van jou. Ga ik metal... Met wat moest ik dat ook weer doen? Met de hakbel of die andere? De pickaxe. De pickaxe. En heel veel metal. Zo, die steen die gaat raar. En dan metal smelten? Ja, dan moet je hem in de oven doen. Ik heb nog 0 metal. Ja, nu eentje. Je moet wel voornamelijk de kleinere steentjes doen. Oh, oké. Okay. Ook die op de grond tegen die kleintjes. Die gelukkige kleine ronde. Ja, zeg maar, de kleinste die geven meer metal. En die grote die geven meer steen en flint. Ik heb 3 metal, denk ik. Hoeveel hebben we nodig, denk je? Ja, voor nu kunnen we, ja, we hebben gewoon heel veel. Oh, zeg maar, ik denk dat een beetje de stenen op zijn. Dat handig echt? Is. Ja, niet op heel de map hoor. Nee, dat snap ik. Want we wouden, jij wou naar een andere plek toch een hoofdgebouw neerzetten? Want dit is nu was eigenlijk een noodgebouw, toch? Dit is om op te starten. Ik kan al bijna 1 zadel maken. Waarom hebben we zoveel metal nodig dan? Omdat uiteindelijk moeten we crossbows maken en wapens en zo. Ik ga het even terug. Om bijvoorbeeld boss fights te doen. Ja, maar dan kunnen we toch nu ook gewoon hier vandaan en dan op een nieuw kampje dingen gaan zoeken. Want je hebt toch ook nog bergen met waar je metal kan halen? Mm-hmm. Maar daarvoor moeten we eerst bijvoorbeeld schildpadjes of die platte beesten vermoorden. Ja. Plat. Platte beesten. Plat. Doe die er voor 8 in. Gaat hij dat vanzelf smelten als je dat in die forge doet? Als er hout in zit en hij staat aan. Hij staat aan, ja. Dan wel. Staat aan. Maar dan kunnen we deze spullen die we nu hier allemaal hebben, kunnen we niet meenemen, of wel? Ja, jawel, maar daarvoor hebben we juist die vogels nodig, zodat we kunnen vliegen. Kan je al die spullen in die vogels doen dan? Ja, de vogels hebben wel een gewicht. Nou, die kleine steentjes kan ik niet slaan, dat is een beetje dom voor mij, hè? Wat is er met die stenen? Sommige steentjes zijn aan het zweven, dat is een beetje raar. Ja, inderdaad, je hebt wel gelijk, als je die kleine steentjes hakt, dan krijg je meestal al 1 keer een metal. Steentjes kan je niet slaan, dat is een beetje gek.
Maar jij weet ook waar je heen wil dan, toch? Ja. Het is wel een veel gevaarlijkere plek. Ja, dan moet je eerst spullen hebben, inderdaad. Maar... Het is wel een hele goeie... Het is... Zeg maar vlakbij... Het is ongeveer... Vliegend is het heel vlakbij... 3 metalbergen. Oh ja, ik word aangevallen. Kom maar. En het is een verborgen plek. Een verborgen plek? Ja, maar ik weet wel waar die is. Ah, ik wou jou eigenlijk houden, maar... Ja, ging maar aanvallen. Ik had alleen een missie, steenhakken. Toen werd ik aangevallen door een vogel. Een geheime plek. Ja. Even weer mijn tasje leeg. Ben je ver weg of niet? Is wel. Hout gaan halen, zeker. Ja. Dat meen je niet. Nee, nee, nee. Oh, ik heb niks gedaan. Er is niks gebeurd. Er is helemaal niks gebeurd. Ja, ja. Er is helemaal. Ik ben echt al heel ver. Maar ik vind maar geen schildpadden of zoiets. Hier, wat moet je hebben dan? Hoe draai je dit? Ik heb niks gepakt. Er is niks gebeurd. Ik denk niet dat je het gaat merken. Ik merk alles. Ik merk alles. Ja, I know. Een beetje hout, Ali. Gaat alles goed met jou? Houtje. Ik heb honger. Wat moet je eten? Ben ik al aan het doen? Ja, dat is goed. Zo vleesje bakken. Zelfs dit vuur is uit.
We hebben echt heel veel hout nodig, merk ik. Ga je een stek pakken. Oh, we hebben een gebakken vlees. Dat was mijn gebakken vlees. Ja, ik heb wel een nieuwe. Yes. Waarom doet hij dat niet? Waarom kan ik geen vuur in dat ding doen? Weet ik niet. Ja, ik kom weer terug. Maar ik heb geen één beest. Ik heb maar één beest kunnen vinden. Dus je wou toch schildpad hebben? Ik had schildpadden nodig om te killen. Maar ik heb er maar één kunnen vinden. Maar er was nog een. Weet ik niet. Ze hadden er geen zin in. Waren ze er niet? Ik heb metaal nodig. Oh, een schildpad! Als ik deze kill, dan kunnen we tenminste één zadel maken. Dan kan één iemand vliegen tenminste. Dan moet ik wel mijn speren raken. Maak je het schildpad dood of ga je ze temmen, hè? Nee, ik maak ze dood. Geef mij metal. Ja. Geef hem metal. Metal. Ik heb heel veel metal nodig. Dit is geen schildpad meer, dit is gewoon een lopende speer geworden. Lopende speer? Ja, ik heb al zoveel speren in hem. Toch blijft hij nog leven. Ja. Dat is frappant. Ah, maar hij was level 43. We kunnen één zadel maken, sowieso. Ja, maar we moeten er twee, want we moeten met z'n tweeën weggaan, toch? Geef mij metal, alsjeblieft. Is het je ritueel?
Ja, een beetje zingen. Mental, 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 mental. Kun jij mooi zingen? Mooi, hè? Mm-hmm. Ik ben moe. Ben je op weg terug? Ja. Maar ik heb nog een schildpad gevonden. Maar deze heeft niet zoveel speren nodig, gelukkig. Zo, er is één vogeltje. Die kan je nog level 100. De andere is level 72. Ja. Nog een schildpad. Goed zo, dat, daar ging je voor, toch? Ja. Maar ik wil het liefst ook met speren raken, maar dat is wel wat lastig. Ja, ik heb aardig wat metal, denk ik. Wat heb je nodig dan, als je dat een beetje inschat? Ik heb 150 nodig. Hoeveel? En ook 150 en ook nog leer en ook nog iets van 500 leer. Ja hoor, voordat we hier weg kunnen. Ja. Echt? Het is geen goed, het is niet goedkoop hoor. Maar die leer had je niet gezegd. Ja, daar had ik eerlijk gezegd even niet over nagedacht inderdaad. Oh nee, een piranha. Auw. Auw. 150 zegt hij. Ik dacht, ik ben bijna klaar. Auw. Auw. Had je nou vorige keer nog gekeken of ik nou wel of niet naar beneden was gevallen? Ja. Nee, je was wel naar beneden gevallen. Liegbeest. Oh, een schildpad. Zal ik hem kapot maken? Ja. Tenzij het onze schildpad is. Ik ben doodgegaan door piranha's. Wow. Kan ik dit wel? Oh, hij slaat me. Nou, die piranha. Oh, er zijn twee schildpadden. Nee! Twee! Gebruik je speren. Ja, hoe kan je dat gooien? Ik weet het niet op PC. Ah, help! Als ik terug ga naar het ik zit vast tussen de schildpadden en de steen! Nee! Ik zit vast tussen de schildpadden en de steen. Ah, ik zit vast. Level 5 schildpad. En een level 5. Level 5. Level 5 en een level 45. Hey, er staat hier een naakte man. Ik ben niet helemaal naakt. Ja. Oh, dat was onze eigen schildpad. Nee, grapje. Dat had gedaan, jongeman. Ik was een beetje. Waarom waar is mijn lichaam? Heb ik opgegeten? Nee, er zitten allemaal spulletjes in. Hier lopen die schildpadden weer. Ze hadden mij tegen een steen aangedrukt. Volgens mij vonden de schildpadden hier heel erg aardig. Denk het. En dachten ze hier zo, je mag deze steen van ons hebben. Je moet je als compliment zien. Ik ga het toch nog een keer proberen. Ja, maar je moet wel je speren gooien. Ja, maar hoe gooien? Volgens mij met rechtermuis, maar dat weet ik niet zeker. Oh ja. Aha. Dankjewel, vent. Oh ja, er zitten er weer twee achter me aan. Eentje, hè? Dit is echt een lopende speer, ja. Ja, je hebt echt veel speren nodig om in hem te gooien. Ja, en lopen er nog twee achter me aan ook. Eentje gaat weg. Is dat een mot eigenlijk dat die speren weer terug
Ja. Kijk hoeveel speren er in hem zitten. Ik zie het niet. Eentje vanaf is kapot. Nee, dat weet ik. En hoe kan ik ze het beste looten dan? Met haar pickaxe? Met de pickaxe. Ja. Auw, door wat werd ik nu weer aangevallen? Auw. Dit vind ik niet echt bepaald leuk of zo. Hihi. Hoeveel speren heb je nodig, man? Ja, ligt er aan welk level die is. 55. Maar ik had er net ook al eentje met 30 speren van level 5. Ja, echt veel te veel speren. Maar gelukkig heb je er echt oneindig. Zie je het, ja. Dit lijkt, ik weet niet wat, dit is een wandelende speer. In plaats van een heel andere kant op een paar. Wandelende speer in plaats van een schildpad. Zo, een paar hier. Wat zijn schildpadden? Ik heb alleen maar wandelende speren gezien. Deze dagen. Bakka. Waar is die andere? Die andere hier. Nou, oké. Okay. Ik ging hier eigenlijk om metal te zoeken, maar... Prima. Wat zijn dit nou weer? Bijen? Ga weg. Hoe komt dat? Heb je een bijenkorf aangeraakt? Ik denk het. Vieze bijen. Ga... Nou, wegwezen. En er nog ik een schildpad. Ik heb een klein gevoel dat je dood gaat door bijen. Nee. Nee? Ik heb ze al. Hoeveel waren het er? Twee bijtjes. Heb je ze ook geloot? Of? Nee, ik ben ze kwijt. Nee, ik ben... Dat klinkt een beetje raar, maar... Ze liggen in het weggerend. Nee, ze liggen hier in het hoge gras, dus ik zie ze niet. Dus ik moet eerst even, maar ik kan hem dit weg, zo, 5. Ze liggen hier ergens in het hoge gras. Is dat? Waar zijn ze? Zie je wel een schildpad? Die ga ik straks nog even pakken. We hebben nu 1 zadel. Oké. Waar is... Wat krijgen we van die bijen dan als je die loopt? Ja, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk nog... Kan ze wel looten? Misschien zijn ze wel weg, hoor. Of ze zijn er door een ander beest geloot. Nou, laat maar. Of ik heb ze stiekem al geloot. Nee, dat kan niet. Level ben jij? 27. Ah, waar is ze? Graag met je speren, joh. Nee, graag. En we hebben er eentje gewoon met een zadel. Wat trots ben ik. Pickaxe is bijna kapot, dan heb je zeker ook weer metal nodig om dat ding te maken. Als een metal pickaxe kapot gaat. Waarom is je niet zo veel steen? Met
metal, geef me metal. Oh, dat bedoel ik. Nou moet ik terug naar huis. Heb je veel vlees? Ik ben onderweg naar huisje. Ja. Mm-hmm. Ben je er trots op? Mm-hmm. Oké. Heb ik helemaal geen metal, wat is dat nou? Je bent dood gegaan, heb je je spullen wel gepakt? Kijk eens door het raam. Is het vast wel goed? Ja. Kijk eens door het raam in. Cool. Ik ga vliegen. Ik kan jou ook oppakken, wist je dat? Niet mij oppakken. Nee, je bent ook te zwaar. Goed zo. Je had het al geprobeerd, hè, oplichter? Nee. Wacht, ik moet mijn traditie nog doen. Mijn vangen, dat kan je niet. Oh, dan staat hij opeens stil. Hihi. Kan ik zo'n mentale pickaxe niet maken hier? Moet ik dat nee, in de werkbank? Nee, dat kan alleen in die smithy. Wil je hem even losmaken, alsjeblieft? Nee. Maak hem even los. Waarom kom je aan het leren? We moeten leren zoeken en dan ga jij er allemaal leren gear van maken. Dit leren gear had ik echt op de eerste aflevering. Het is gevaarlijk hier, want je valt heel gauw naar beneden. Dus je bent wel dood. Nee. Dat wist ik al. Ik heb niks fout gedaan, Pom. Ik heb niks gedaan. Dat moet ik geloven. Er is nog maar 12 metaal. Ik weet niet hoe dat kan ineens. Ja, maar alles wat je... Bijvoorbeeld, je hebt 2 metaal. En je smelt het om. 2 metaal is 1 gesmolt metaal. Nee, klopt. Maar ik had per ongeluk iets fout gedaan. Hmm. Hoeveel heb je nodig nog voor die, want ik heb ook nog, even kijken, ik had toch ook nog leer. Oh, die ook al ingegaan. Wat hebben we allemaal nog nodig dan? Want ik wil wel naar dat landje van je. Want dan gaan we daar zeker geen rieten, dan gaan we wel een houthuisje maken, of niet? Ja. Dat kan wel. Je hebt wel gelijk. Ik vind in die grote rotsen geen metaal zowat. Dan moet je die grote rotsen ook niet hakken, dat zeg ik. We hebben geen fiber, man. Ja, en die kisten volgens mij. Fiber is op. Of hier zo. Nee, fiber is op. Ook niet in die kleine kistjes? Nee, een durfje.
Ik denk wel dat we een paar keer moeten vliegen. Vooral die spullen. Ja. Ja, maar we moeten wel alleen de belangrijkste kitty pestjes en zo hoeven natuurlijk niet mee te nemen. Nee. Ik maar maak die... wel wat dingetjes in de mortar en pestel. Is er niet ergens een drop die je kan openmaken? We hebben nog ook een ladder nodig, toch? Is het vast? Waarom ben je gebukt? Hey, waarom word ik aangevallen door een schildpad? Twee schildpadden? Jij had ze. Ik ben hout of steen aan het. Of stenen, metaal aan het zoeken. Ik word ook aangevallen door een schildpad. Voor je de schildpadden terug gaan. Ja, dat ben ik ook aan het doen. Nee, niet in het water, want dan moet ik straks in het water gaan hakken. Daar heb ik geen zin in. Waar is die andere nou? Wat ben je aan het doen dan? Is nou mijn schildpad... Hé, hey, ze hebben de piranha mijn schildpad er kapot gemaakt. Nou ja zeg. Ik zie nog een schildpad. Nee, hij ja, was kapot. Ik moest hem alleen nog looten, maar er zat er nog een achter me aan. En toen hoorde ik dat de piranha hem ging aanvallen. Ik heb hier een level 90 schildpad achter me aan. Dat wordt pas een lopende sfeer. Ja. Ik zie geen drops. Zo. Oh, een paar speren in je kont. Niet het water in gaan. Ga het water in. Spatter, spater. Die schildpad mag niet van in het water. Ja, inderdaad. Nou, schildpad. Je hebt echt veel speren nodig. Ik kom naar je toe. Ik wil zien hoeveel speren die nodig heeft. Ja, we zijn een paar weggespand. Zal ik helpen? Nee. Heb je hem ook gelijk geloot? Oh ja, maar dat is niet zo handig met een dier. Ik kreeg er maar twee van. Ja, dat had je niet moeten doen. Ben ik altijd aan het speren gooien? Dat ging per ongeluk, oké. Oh, dit was een baby schildpad, daarom. Maar die staat hier een beetje gebukt. Daarom... Sorry, baby schildpad. Daarom ging je die schildpadden maar aanvallen. Doe je nou gewoon een baby schildpadje pijn? Maar doe je dat dan mentaal? Ik neem hem gewoon mee. Oh, en nu ben je een baby schildpad kidnapper. Ja, hij heeft geen ouders meer. Ik heb hem baby genoemd. Heb je baby genoemd? Serieus? Heb ik heel het geslagen? Oh. Hier krijgen we wat besjes, kun je eten. Get back to work! I say get back to work! Kun je mij volgen? We moeten schildpadjes doodmaken.
Hoe, ik kan schildpadjes doodmaken. Ik denk dat hij het niet maar volgt. Als er staat, ik denk als er staat volgt Zilverlijn, dan volgt hij het. Ja, maar ik denk dat hij gebukt is. Misschien denkt hij dat zijn ouders nog leven. Want als nee, maar zijn ouders ook nog leven, dan nou, dan volgt hij jou niet, dan volgt hij zijn ouders. Ja, maar hij staat ook een beetje raar gebukt. Ik denk dat hij gewoon gebukt is. Ah, stierlijk schildpadje. Dan moet je hem vermoorden. Dat is officieel bekend. Vermoord een schildpad. Het is toch zielig. Wat is met een gebukte schildpad? Oh nee, nu is het een puberschildpad. Nu is hij groter geworden ineens, ook raar. Maar hij ja, staat dat gaat blijkbaar heel snel. Hij staat nog steeds gebukt. Ook maar zit hij in iets gebukt? Staat er... Wacht, ik kom nee, net stond hij, was hij aan het zweven, nu niet meer. Dus ik weet niet, ik ga zo even kijken. Eerst nog even metal halen, dat moest van jou. Ja. Waar is het baby schildpad? Hij staat daar terug. Hij staat daar terug. Oh, daar zo. Je moest hem ook je... Oh mijn god. Wat? Je moest ook fluiten dat hij je moet volgen. Oh, dat wist ik niet. Ik zei ook nog, staat er follow, volgt, ik breng hem wel weer naar de base. Ja, hoe gaan we die meenemen dan? Oh, er is nog een baby. Hoe kan dat? Noem een baby 2. Maar hoe gaan we hem meenemen dan? Ah! Baby 2 gaat dood. Nee joh. Heb je mijn schildpad nou vermoord? Top piranha. Nee joh. Ik heb ze gesaved. Ze leven nog. Nou gelukkig. Nee, jij niet. Ik heb deze inderdaad betrapt. Papa. Ja, hier. Ja. Wat is er? Oh, moeten we die hebben? Kom maar. Auw. Wat op, piranha. Hij heeft dus de andere kant op, man. Nee. Piranha. Piranha. Moet het beest wel kapot hakken. Het lukt niet. Zo. Dit wel. Lieve. Dan straks alleen de belangrijkste spullen mee, toch? Ja. Hoeveel hebben we nodig dan voor zo'n zadel? Ja, het ene peet wat zo belangrijk was, die kan ik niet hakken. Hij is ook gebukt. Ja, maar zo'n zadel, wat hebben we daarvoor nodig, weet je dat? 75 keratine, 230. Wat nou? Paracels nee, was het toch? Nee, het was een Pteneradon. Daarvoor moet je level 38 zijn om 38? Te leren. Ja. Ben je dat al?
weet het eigenlijk niet. Dat is hier wel, maar ik heb heel veel dingen niet geleerd. Als het goed is, komen Smurf en Katrina eraan. Smurf en Katrina? Nee, Baby en Baby 2 komen eraan. Kan ik zelf die zadels maken dan? Baby en Baby 2 zijn verliefd op elkaar. Zo, maar we moeten... Karatine, hoeveel hebben we daarvan? 26. Nee, zet je hem weer vast. Maak me even los. Wat is er? Ja, ik heb letterlijk niks gedaan. Ja, ze maakt me los. Ik zit in deze kist. Oké, ik maak je wel los, maar ik zit in de kist te kijken. Zo, lekker speer in je hoofd. Weet je dat zeker? Hoe kom je nou weer aan al die spullen? Jij hebt allerlei spullen en ik nog niet. Ga slapen. Hé? Hey? Oplichter. Ik speer door mijn hoofd. Oplichter. Jij hebt allemaal goede spullen. Crossbow heb je zelf. Ik heb nog niks. Ik loop nog in mijn rieten badpak. Je kan ook een crossbow maken. Ja, maar jij gaat al die metal opmaken. Die ik heb gevonden. Dat hebben we nodig. Een crossbow hebben we nodig voor levensmateriaal, man. Ja, maar ik loop hier in een rieten string rond. En jij heb een vliegtuig en een crossbow. Een vliegtuig. Ben je weer wakker geworden? Ja, hier, nog een speer in je harses. Ben ik dood? Goed voor je. Nu is de oorlog. Nee. Jij laat me allemaal hakken, alleen maar hakken en dan zelf maak je alles. Oplichter. Jij mag er ook één maken, maar ik zeg, we hebben die dingen nodig. Maar maak het voor mij dan. Maak lekker zelf. Jij gooit een speer tegen mijn hoofd. En dan verwacht je ook nog dat ik iets voor je ga maken. Tuurlijk. Jij bent mijn mentor. Oké. Okay. Ik loop keihard te werken. Gevaar voor eigen leven. Ik moest eigenlijk de hele aardbol rond. Ik denk niet dat we nog naar de nieuwe plek kunnen in deze video. Wordt in de volgende. Nee, dat denk ik ook niet. Dat wordt in de volgende video. Deel 4 wordt dat. In deel 4 gaan we verhuizen. Van die schildpadden nodig, toch? Yep. Oh, ik zit alweer bijna vol. Ben ik nou hier? Hier is nog. Die zijn hier schildpadden. Ik ben 300. Ik ben 400 meter gereisd. Gereisd nog wel. Weet je waar naartoe? Naar jou! Niet doen. Niet doen. Ik ben metal aan het halen. Ja, bro, je loopt al je speren mis te gooien op dit ding, man. Doei. Au. Wat doe je nou? Nou ben ik bijna dood. Bro, ik heb een speer door mijn hoofd. Dat blokkeert echt gewoon mijn hele beeld. Je hebt een speer in je voet en in je en door je. Ja, nou zit er een speer door me. Oké, nu niet meer. Nu gaan we niet meer elkaar speren bekogelen.
Oké, okay. Dan doen we het zo meteen wel met kogels. Nee, helemaal niet. Ik ga... Oeh. Maar in de volgende video verhuizen, dan kost het wel de hele video, denk ik. Want we moeten al die andere dino's... Ah, piranha's! Goed voor je. Ah. Eigen schuld. Ik ben nog steeds Metto aan het zoeken. Jij loopt mij elke keer uit te moorden. Wat? Jij hebt mij vermoord? Ik heb jou niet vermoord. Ik heb wel twee speren in je gestopt. Waar ik heel trots op ben. Ik ben letterlijk de lokale schildpad. Dat ik heel veel leer hebben, toch? Ja. Twee zijn wel goed. Ah. Hallo vogel. Sterf! Ah. Ik heb letterlijk 16 speren. Ik heb 17 speren in hem moeten stoppen. In wie? Ik heb er 0 van gekregen. Ah, dat is echt. Dat is echt niet leuk. Nu ben ik heel erg verdrietig. Ik ben echt keihard aan het werk hier. Hout, verleer zoeken, metal zoeken. En dan word ik ondertussen nog een kleine Dutch gamer aangevallen. Ik ben Little Ach, Boy. Ach nee, deze ga ik niet doen. Ik ben Little Boy. Dat kan ik niet doen, zo'n klein kipje. Waar? Hier. Ben je nog steeds een beetje op dezelfde plek als net? Ja. Oh, wacht, als je daar blijft staan, dan kan ik er naartoe komen en dan kunnen we samen bekijken. Ik weet niet hoe je fluit. Hoe fluit je? Ja, dat weet ik ook niet op PC. Ah, piranha's! Ik moet even kijken hoe je dat doet. Toetsenbord! Poepen. Ik heb geen knop om te poepen. Oh, fluit. Ik hou wel van poepen. Volg mijn thee. Oh, ik ben weer aan het sterven. Omdat het koud is hier. Shit. Nee, blijf. Nee, ik wil hem bekijken. Jij loopt achter me aan als het goed is. Maar ik ben aan het sterven hier. Oh, je hebt hem getemd. Ah, dan is het nog leuker. Snel naar de warmte. Snel nog even door de koude ijswater. Snel! Sterf. Is hier warm? Waarom zet het vuur niet aan? Sterf langzaam. Nee. Is hier warmte? Warmte. Ah, net Maak op tijd. Maak wel fakkel. Net op tijd. Ja, vind ik ook. Open. Wat metal? Hoezo een ik wou net zeggen. Een fakkel. Ik heb ook een fakkel. Nu kan ik het hele bos in de fik zetten. Nee joh. je kan wel een vlammenwerper maken. Een vlammenwerper? Ja. Oh. Yes, ik kan weer rennen hoor. Een vlammenwerper. Kipje moet het kipje is die moet bij het jou? Sneller. Ja, ik pak hem even op. Is mijn kipje bij jou? Ik heb hem nog steeds koud. Kipje. Kom eens naar kipje toe. Oh, kipje. Hey, kipje. Kipje is groter geworden. Hoe kan dat nou? Dit is kipje niet. Oh, jawel.
Je ziet dat het zo... Wat doe je? Ik heb net pakketje. Ik zet hem op de braad. Nee, niet doen. Jakka. Dit wordt kipje zijn plek, oké? Okay? Kom maar, kipje. Kom maar mee. Nee, kipje. Nee. Ja, ga maar naar bed. Oh. Hoe laat ik kipje nou weer los? Door te schieten. Nee, je moet hem ook... Nee, stoppen. Zo. Laat hem stoppen met volgen. Niet doen bij mijn kip. Wat is er? Ik ga een paar levels in hem doen. Laat mijn kip met rust. Niet doen hoor. Dus ik kan hier niet staan. Oh, wacht, er staat een fakkel. Ik ga ook een crossbow maken. Moet dan. Oh. Ik heb wel wat meer spullen voor nodig. Bijvoorbeeld. Dit. Waarom heb ik het koud? Ik niet, ik sta met een fakkel. Hey, die pijlen zijn voor de crossbow dezelfde pijlen of zijn dit weer andere? Ja, dat zijn dezelfde. Oh, heeft Kipje het een beetje warm? Wat ben je aan het doen met mijn kip? Niet, wat doe je nou met mijn kip? Niks. Ik doe niks met je kip. Ja, ik zit hem aan te staren, maar dat mag. Ik zit naar zijn tenen te kijken. Laat mijn kip gewoon met rust. Ik laat je kip met rust, ik kijk alleen naar hem. Laat mijn kipje met rust. Ik ga nog een schildpad vermoorden. Ja, dat is goed. Weet je hoezo? Wat ik er zin in heb. Oh, deze gaat waarschijnlijk weer echt iets van 200 speren nodig hebben, omdat hij is level 85. Ik ga even tellen hoeveel speren. Waarom is het donker in deze hoek? Ik had toch... Ik zit nu al op 20 speren. In de kip of in de schildpad? In de schildpad en hij rent nu pas weg. Ik moet nog eventjes zwarte besjes hebben. Ik zit alweer op 30 speren. Oké, okay, het kostte 34 speren. Geef me zwarte besjes, alsjeblieft. Je kan ook besjes hakken met het schildpad. Gaat dat sneller? Dat gaat veel sneller. Maar zit er geen zadel op het schildpad? Opeens wel, op Master Oekwe wel. Ja, Master Oekwe. Ja. Waar is die? Dat is de vraag. Oh, hier, naast mijn bril. Hoe ga je erop dan? Oh, hier. Dan kan ik ondertussen leuke dingetjes doen met Kipje. Maar Master Oekwe kan niet meer lopen, hij zit vol. Of jij bent gewoon te zwaar. Nee joh, er zit zoveel bessen in dat beest. Ik zie geen bessjes in dat beest. Nee. Maar ik ben te zwaar, denk ik. Master... Waar zie jij bessjes hier? Ja, dan? Die heb ik net uitgehaald. Echt niet, dat deed ik. Kip. Baby 1 en baby 2. Ik ga vliegen. Hoe gaat het met mijn kip? Ik ga vliegen.
een groene drop. Die moet ik even openmaken. Ga je die halen? Ja. Ja. We kunnen ook een boot maken. Een boot. Ik ging nog even besjes halen. Heet dat de beest vanzelf, die Mr. Oekwe? Nee, dat heb ik hem genoemd. Nee, maar eet die zelf, want hij staat... Oh ja. Hij eet besjes, toch? Snel maken. Hij eet besjes. Hij eet besjes. Ik moet nog heel even bij die groene drop wachten. Maar ondertussen kan ik dit wel uittesten. Waka! Ja, nu hebben we wel genoeg besjes. Wat ben jij aan het doen? Het werkt dus wel goed. Niks. Hé, hey, kipje! Hoe laat het ding los? Oh, niet, niet. Oh, lekker slim. Dan reed ik het uit hem te halen. Dan kan ik weer terug. Waar is die? Mester Okoi. Land! Ah, dank je. Dank je wel voor je besjes. Ik heb al mijn besjes terug. Zo. Vind je dat lief of niet? Dat is very lief. Hoppa, zo. Betovingspijlen maken. Altijd handig. Mag ik dit ding nog openmaken of niet? Waarom heb je zoveel vonkpoeder gemaakt? Dat heb je uiteindelijk nodig. Hoezo heb ik opeens een muurtje in mijn inventory? Dat weet ik niet. Ik mag dit ding niet meer openmaken. Mijn zootje in al die kisten, zeg. Die knop doet het wel. Kijk, ik ben ook hoog genoeg level. Nou, we moeten eerst normale pijlen hebben, natuurlijk. Zo, vuursteentjes. Makkie, wat is dit? Ik word hier gek van. Maak gewoon al die pijlen. 90 pijlen. Tot er weer licht. Ik probeer nog steeds een drop open te maken. Pijlen. Oh, je moet wat dichterbij er komen. Dichterbij er? Wacht. Mag ik je even meenemen? Mij meenemen? Nee. Ja, maar dan kunnen we wat heel goeds openmaken. Hoe ga je mij meenemen? Met de Peter Neradon. Waar ben je? Ik ben nu 500, ik moet eerst 700 meter terugvliegen. Oh. Ik ben er. Ja, neem maar mee dan. Mag wel. Je mag niet al te zwaar zijn. Nee, ik ben niet zwaar. Neem maar mee, die poept nog even voor. Hé, hey, waar gaan we heen? Je mag niet poepen in de lucht. Ik poep niet, die vogel poepte. Waar gaan we heen? We gaan naar dat groene streepje. Oh. Wat moet ik daar doen dan? Je moet in de buurt zijn, dan kan ik het pas openmaken. Oh. Dus je hebt mij alleen maar nodig om dat ding te openen. Ja, maar daar zitten hele goede spulletjes in. Oh, die krijg ik zeker. Nee, ik.
Als we terug zijn bij het huisje, dan moeten we helaas de video afsluiten. Hij is een beetje moe. Ja, zijn we bijna. Van een luie donder, joh. Ja, ik ga er eventjes naartoe. Ik hoop dat dit genoeg is. Anders moet je ook mee komen lopen. Ik word aangevallen. Oh, nee. Hoor. Ah, ik kan hem openmaken. Yippie. Dit zegt super goed. Jouw beest is aan het aanvallen. Wat een kwezen. Wat valt het ding aan dan? Ja, een beetje wat mij ging aanvallen. Heb je het opengemaakt? Ja, ik heb hele goede dingetjes. Ik weet hoe we deze... Au! Sla dit beest natuurlijk. Kom mij even meenemen. Ja. Nee, ik ben weer gevallen. Oh, nee! Ja. Ja, oké. Okay. Ah, de volgende keer wel pakken? Nee, ik ga het nu wel halen. Oké, dan moet je zeggen wanneer je terug bent. Ik wil het heel cool afsluiten. Ik ben terug. Lopend? Ik ga lopend, ja. Kun je ook wel even snel meenemen, hoor. Ja, dat ken ik. Oh, nee. Omdat, ja, het kan wel. Als je eventjes geduld hebt, dan... Kan ik eventjes de spulletjes in een kist doen? Nee, ik pak mijn spullen wel. Ik ben aan het lopen, nog 400 meter. Het is echt 700, het is echt 7... Oh, 4. Tenminste, ik moet ook nog een stukje zwemmen. Hopelijk zitten er geen piranha's. Jouw schuld. Overal leven piranha's. Ah, hier niet, denk ik. Ook tussen je teentjes. Ik zie ze nog niet, dus het komt wel goed. Echt, hè? Ik heb wat met naar beneden vallen. Ja, maar ik wil deze video heel cool eindigen. Oh nee, ik zei dat hier geen piranha's waren. Hier zijn wel piranha's. Ik kon je toch ook breder krijgen. Nee! Kan jij mijn spulletjes meenemen misschien? Nou, ik neem jou mee. Ja, ook neem mij mee. Is ook goed. Sorry vogel, maar ik ben er gelukkig weer. Nou, het waren dus wel piranha's. Er loopt een triceratops. Je bent toch niet te zwaar, hè? Anders kan de vogel dit niet bijhouden. Dat je te zwaar bent. Nou, daar gaan we. Hè, maar je ging mij meenemen. Ik dacht dat je mijn body mee ging nemen. Nee, dat kan niet. Oh. Ik ga jou meenemen. Ik denk dat zwem ik wel eventjes. Dan... Ja. Hé, hey, een schildpad. Nou, hier zo ben je ergens naar beneden gevallen. Veel plezier met zoeken. Ja, hier. Ah, nee. Ik ga even dus een dodo vermoorden. Ja. Hier ben ik naar beneden gevallen, maar ik zie mijn... Dat is het ene in het water. Ben je echt gewoon precies hier naar beneden gevallen? Nee, weet ik niet. Ik moet het toch zien waar ik ben. Ja, maar bijvoorbeeld, ik sterf nu hier zo. Waarom? Nee, bijvoorbeeld, ik sterf hier nu en daarna sterf ik nog een keer. Dan kun je alleen het groene straaltje zien van waar je de tweede keer bent gestorven. Oh, echt? Mm-hmm. Maar jij wist toch waar het was? Oh, het is waarschijnlijk hier zo, ergens. Maar ik zie nog wel die body liggen, toch? Waarschijnlijk is hij hier ergens. Ik was best wel hoog, volgens mij.
Dit is vrij volgens hoog. Volgens mij was het echt 3 waarschijnlijk was het echt 3 centimeter, maar... Nee, dat was echt hoog, hoor. Ook echt weer een actie die alleen jij kan doen, hè. Springt zonder erbij na te denken, gewoon... wat zou ik doen? Misschien zijn je spulletjes gedespand. Dat kan niet. Jawel, dat kan wel. En dat jij ze hebt gepikt. Ik had 91 pijlen. Ik had allemaal verdovingsspullen en zo. Kom even helpen zoeken dan. Ik ben aan het zoeken, maar jij bent echt de andere kant op gegaan van waar je dood bent gegaan. Nee, jij hebt me hier gedropt hoor. Ik ben nu weer terug. Hier zo, precies hier zo was die ene groene ding. Hier zo stond die betenera dan of zo. Je sprong. Hier zo sprong je naar beneden ergens. Oh, ik zie het. Ik weet het. Kom. Je bent ook lekker mooi op een steen gevallen. Waar ben ik dan? Ben ik hier op deze steen? Ja, kijk, hier zo. Ik heb je lichaam vast. Hier zo. Wacht. Oh, daar. Gooi me even neer dan. Ja, het ligt nu op de grond. Oké, breng me maar weer terug. Dankjewel. Ja, en daarna gaan we afsluiten, maar ik wil nog wat heel cools laten zien. Oh, dat blauwe ding. Kunnen we dat misschien nog pakken? Ja, dat kan. Daar krijg je nog betere spullen van dan bij de groene. Dan pak ik die blauwe wel, ja. Hij is nog niet geland. Oh, hoe lang duurt dat? Ik denk nu nog 3 minuutjes. Nee, dan doen we dat wel de volgende keer. Oh, maar ik wil het nog wel laten zien. Kijk. Als eerst moet deze mij volgen. Anders komt hij naar binnen terug. Ik kijk. Ik vlieg omhoog. Mm-hmm. En ik spring er vanaf. Dat durf je niet. Wauw! Maar als jullie het werkte niet echt. Laten we dit nog een keer proberen. Nee, we gaan het niet nog een keer proberen. Pak maar je spulletjes, dan gaan we de video afsluiten. Ik heb je niet uitgelachen, hoor. Nee, merk ik. Kom maar. Ik heb een parachute. Normaal werkt het wel, maar ja, ik zag het te laat. Het werkte heel goed. Hey, normaal werkt het wel, maar nu was ik te laat, zeg ik. Jij weet waarschijnlijk niet eens hoe je een parachute moet maken. Nee. Kom, we gaan de video afsluiten. Ja, ik ben niet eens bij mijn spullen. Laat me mijn spullen oppakken. Spel. Nee, stop. Spel best mee. Probeer nou weer een speer in me te gooien. Kom, schiet op. Ik ben ermee bezig. Het is gelukt, de speer. Ga slapen, hartstikke dood. het was een slapen. Oké, nu niet meer. Nu gaan we de video echt... Nu ga ik mijn spullen pakken en de video afsluiten. Volgende keer gaan we verhuizen, denk ik. Yeah. Hoop ik. Kom je ook naar binnen? Oké, dit was een mooi einde. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ja, doei doei. Doei doei.